nog een beetje onwerkelijk nu allemaal. Kom in tropische sferen in de nieuwe bar aan de Mauritsweg. Amahoula, dat is de naam van de zaak die geheel in neo-tiki-stijl is. Het is een ontzettend warme vibe die we willen neerzetten. Tropisch, heel tropisch. De stijl is terug te vinden in de aankleding, maar ook de menukaart is een wereldreis. Ja, ik ga hier een Zuid-Amerikaanse keuken runnen. Met wereldwijde invloeden sowieso. Dus ik heb aardig wat gereisd. En daar heb ik gewoon heel leuke dingen gezien. En ik heb ook heel veel geprobeerd in keukens te staan op reis. Of gewoon al aan locals te vragen. We houden inderdaad heel erg van het bezoeken van die landen. Maar daarnaast houden we vooral van de cultuur. Dus lekker laat eten. Onze keuken is ook een uurtje later open dan alle andere zaken in de stad. En goede cocktails, kwalitatief goed eten. En, ja, geen Hollandse prak. Ja, het tequila stroomt letterlijk echt door mijn aderen. Ik drink het zelf ook heel veel. En een van mijn compagnons, Oscar Stegenga, die hier in zit. Bij hem was het rum. En toen hebben we elkaar ontmoet. En eigenlijk, net zo goed dat wij samen gaan in onze partnership, gaan tequila en rum ook samen. Dus dat komt ook weer samen in de bar. Bijna 22 maanden zijn de vier eigenaren bezig geweest met het opzetten van de bar. En dan is het eindelijk tijd voor de opening. Dat is... En de bestellingen zijn er helemaal in? Nou, we hoeven niks meer. Ja, camera. En Thijs, ja, ik hou morgen nog glaswerk en zo mee, neem ik mee. Oké. Nice. Spannend. 4 jaar stond de zaak leeg nadat Bootleg DJ Café na 14 jaar het pand verliet. Een plek waar eigenlijk ik en mijn vrienden ook elkaar een ontmoetingsplek was voor elkaar. Oud DJ Café, nachtcafé voornamelijk dan. Ja, we hebben aardig door de puin heen moeten kijken, omdat het was een aardig donkere zaak. We hebben er zoveel aan veranderd, echt letterlijk alles is nieuw. Ik zou ook de oude zaak niet echt meer terug herkennen. Wat vind je van de nieuwe bar? Ja, ik ken het nog van toen het een beetje een loesje after tent was, zeg maar. Maar ik vind het echt enorm leuk verbouwd. We hebben niet al een beetje heel veel van dit soort zaakjes? Nou, ik denk dat er ruimte is voor heel veel meer. Nou, ik vind het sowieso wel leuk dat het er echt lokale ondernemers is. Dat moedig ik altijd wel heel erg aan. Ik vind het alleen maar beter dat er juist meer van dit soort tenten komen. Ik denk dat het voor de meeste mensen wel een soort halve droom is om zoiets te kunnen openen. En zodoende.